blauwe ogen. We zitten samen op de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik speel je zacht. Maandagmiddag. Petra Warmerdam stuurt een mailtje en zegt: we hebben ook een feestje in de flat op de Dammelaan. Wat gebeurt er, Petra? Nou, onze buren die zijn vandaag 50 jaar getrouwd, Wim en Nel Schouten. En ja, ze zouden een feestje geven natuurlijk. Gaat helaas niet door. Ja, dat moet je natuurlijk vieren, zoiets 50 jaar. En nu is er zometeen een feestje en ik hoop dat ze echt helemaal verrast zijn. Wat kan je van het bruispaar zeggen? Oh, het zijn hele lieve mensen. Echt top vrijwilligers op het Dreesplein. Eigenlijk, de mensen kennen ze als de poffertjesbakker van het Dreesplein. Ja, lieve mensen. Hoe gaan jullie op het ogenblik hier op de Dammelaan met het coronavirus om? Nou, heel goed op elkaar letten. We sturen kaartjes bij elkaar in de brievenbus. Heb jij nog boodschappen nodig? Gaat het goed met je? Alleen allemaal op afstand natuurlijk, maar dat gaat goed. Even terug naar het bruispaar, 50 jaar getrouwd. Wat zijn dat voor mensen, die buren? Ja, het zijn gewoon hele sociale mensen. Heel creatief. Kunnen van alles maken. Als we de hall één keer per jaar in kerstfeer brengen, is Wim altijd de elektricien. En ja, hele lieve mensen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Carola, de enige dochter van mevrouw meneer Schouten. Wat zijn dat voor vader en moeder? Ja, fantastische ouders. En heel jammer dat het deze mijlpaal nou niet helemaal gevierd kan worden zoals het gepland was. Maar hele lieve vrienden hebben dit georganiseerd, dus daar ben ik heel blij mee. Hoe zou je je ouders willen omschrijven? Ja, ze zijn er altijd voor iedereen. Je hoeft maar wat te vragen en ze doen het voor je. En cijferen zichzelf weg, vergeten zichzelf ook vaak. Dus het is heel lief dat ze nu even in het zonnetje gezet worden. Wat hadden de alternatieve plannen van het feest geweest? Er zou dit weekend een feest in een zaaltje gevierd worden met nou ja, een honderdtal mensen. Maar helaas, dat mag nu niet. Dus in het klein doen we het nu op deze manier. En we kijken wat de toekomst gaat brengen.